ben Dylan Maatsen, 20 jaar, ik kom uit Vlaardingen en ik kom van Excelsior Maassluis. En ik ben een vleugelaanvaller. Ik begon als 6-jarig jongetje bij VV HVO in Vlaardingen. Die club ja, bestaat inmiddels niet meer, is geofficeerd, nu CWO in Vlaardingen. En toen ik tweedejaars B was, ging ik 1 jaar naar FC Dordrecht. En daarna heb ik 2 jaar aan de A1 gespeeld bij Excelsior Maassluis en 1 jaar aan het eerste daar. En dit seizoen ben ik hier begonnen. Hoe ben je eigenlijk bij Excelsior terechtgekomen? Als tweedejaars A mocht ik al een keer op proeftraining komen. Maar dat was me niet geworden omdat ik een tentamen had. Dat was een eenmalige training. En ja, dat was dus niet geworden. En toen hebben ze me volgens mij wel het hele jaar gevolgd toen ik vorig jaar bij Maassluis de hoofdklasse speelde. En ja, zodoende ben ik hier een beetje binnengekomen. Ja, de training kan je al zien dat het een flinke stap omhoog is. Je ziet dat sommige trainingen al zwaarder zijn dan sommige wedstrijden in de hoofdklasse. Dat is best een hele grote stap. Ook omdat je ziet dat je met veel jongens speelt die al wat jaren in profvoetbal hebben gespeeld. En ook al heel wat jaren in de jeugd bij je profclubs. Je ziet dat die tactisch zijn wel verder. En dan ook de basistechniek van die jongens veel verder is. Alles gaat ook veel sneller. Wat heeft de trainer tegen jou gezegd? Ja, dat het vooral, het heeft vooral natuurlijk zijn tijd nodig ook om te wennen aan het niveau. En die tijd wordt me ook gegund. Wat kunnen de fans van Excelsior van jou verwachten dit seizoen? Ik ben een speler die het moet hebben voor zijn snelheid. Dus ik zal vaak, ook 1 tegen 1 zal ik vaak op snelheid langs proberen te gaan. Ja, ik hoop dat ik ze mag vermaken. Derren Maatsen, die vervangt tevreden. Maatsen. De man die erin komt, afkomstig van Excelsior Maassluis. Derren Maatsen in de Eredivisie, had je dat ooit gedacht? Nee, zeker niet. En vooral niet meer naar voren zien. Ik dacht dat ik me gewoon moest gaan richten om een goede hoofdklasspeler te worden. En ik had meer gedacht aan de toekomst en amateurvoetbal, zeg maar, in de top van het amateurvoetbal. Dit was ook was wel heel onverwacht voor mij. Wat zijn jouw verbeterpunten nog? Ja, ik moet vooral voetbaltechnisch en tactisch moet ik wel stappen gaan maken. En ik denk, mijn voorzet, ik heb wel een goede voorzet, maar ik wil hem perfect voorzetten. Heb je voor jezelf een toekomstdroom in gedachten? Ik weet niet, zo moet ik te zeggen. Ik weet niet, het kan heel hard gaan. Het kan ook heel lang duren. Dus ik wil sowieso eerst hier slagen. Dan denk ik, als ik in de competitie kan slagen, misschien een grotere club in de competitie, maar laat eerst maar hier proberen. Mocht je niet slagen, dan heb je altijd nog je studie. Ja, precies. Daarom ik doe ik nu commerciële economie, sportmarketing en management hier op de hogeschool. Ja. Maar ik bedoel, omdat ik nu toch in die positie ben, dat ik kan studeren en hier betaald voetbal kan spelen. Of kijken in hoeverre ik dat kan combineren. Ja, zo niet, dan ga ik toch wel kiezen voor het voetbal.